Hallo, Pikachu. Pikachu. We doen metingen. Dokterskostuum. Traceer zolen. Modieuze crocs. Laten we een bril lenen. Wit schuimpapier. Rood kruis. Leuke hoed. Dr. Tom is ook verkleed. Uitstekend team. Angela is aan het wandelen. Wie is het? Kom naar mij, kleintje. Waar ben je naar verdwenen? De puppy kwam eindelijk naar Angela. Oh, goede hond. Andere dieren zijn naar haar toegekomen. Ik wil jullie allemaal zo graag helpen. Angela groeide op en vervulde haar droom. We beginnen patiënten te zien. Er is een grote open plek met bessen in het bos. Pikachu, Pikachu. Heerlijk. Ik wil meer. Ik had niet zoveel moeten eten. We zullen de oren en het hoofd van de kleine opnieuw doen. Blauwe wangen. Voeg bandjes toe. Rode knoppen. Pika, pika. Pikachu slaapt nog. Word wakker. Ik voel me niet lekker. Je bent blauw. Ik breng je naar het ziekenhuis. Maak je geen zorgen. Red mijn vriend. We zullen hem onderzoeken. Angela, help. Ik ben hier, arm ding. Angela onderzocht Pikachu. Een klein beetje injectie zal helpen. Ik heb nog niks gedaan. Het is niet pijnlijk. Volg de instructies, je zal gezond zijn. Pikachu. Een maatlepel. Snijd het handvat af. Veelkleurige segmenten. Zo helder. Groen foampapier. Oh, een petje. Een kaarsenstandaard. Lijm het. Teken een lijn. Knip het uit. Geweldige hoed. Tom vervangt vandaag een vriend. Ik ben zenuwachtig. Oh, arm ding, wat is er? Wat doet er pijn? Mijn kinderen, ik kan niet vliegen. We redden het wel. Hij wil vliegen, maar hij kan het niet. Begrepen, een propellerhoed zal het probleem oplossen. Oh, dank je, dokter. De pinguïn wordt eindelijk herenigd met de kinderen. De pinguïnfamilie is blij. Verfcontainer. Het zal van pas komen. Verfgoud. Sticker. Kies de hardware. Verbind onderdelen. Geweldige beugels. Een rijke bever bouwt een dam. Hij heeft veel werk. Oh, mijn tanden staan scheef. Is dat de kliniek van Tom en Angela? Ja, tanden. Ik kom eraan. Tom haastte zich. Jij bent aan hout aan het knagen, nietwaar? Ik heb een oplossing. Tom schreef gouden beugels voor de bever voor. Ze passen bij de status. Poets je tanden. Het zal niet nog een keer gebeuren. Nu zal de bever voor zijn tanden zorgen. Oh, een selfie stick. Verwijder het. Thank you. Wikkel het in zilveren stof. Installeer de stok. Snij piepschuim af. Welk karton nemen we? Deze. We versieren. Er kwam een draak naar Angela toe. De machine is klaar. De machine is helemaal klaar. De draak gaat liggen. Ik kan niet meer met vuur begooien. Oh, kom eens hier. We moeten een onderzoek doen. Angela, die luisterde goed.
We moeten een röntgenfoto doen. Ze bestudeerde de foto. Alles is duidelijk. Er zit een appel in je keel. Je moet hem uitdoen, die choker. Hier is de röntgenfoto, voor de herinnering. Neem een zeepbakje. Verwijder het. Boomschors. Breek in stukken. Voeg mos toe. Breng lijm aan. Ongebruikelijke spa. Het varken wacht op zijn beurt in de dierenkliniek. Volgende. Eindelijk. Oh, het is zo mooi. Kom binnen. Het is geweldig hier. Maak het jezelf gemakkelijk. De dokter kwam terug met een emmer modder. Oh, geweldig. De dokter werkt hard. Het varken is blij met het modderbad. Ik voel me geweldig. Het varken is heel blij. Stuk kunststof. Teken een schets. Knip het uit. Klittenband. Lijm het op het plastic. Kleur. Een noodzakelijk ding. Hiermee kan het huisdier zichzelf geen kwaad doen. De werkdag in de klierenkliniek ging verder. Er kwam een meisje met een drager. Wat is er? Ik ben hier met een hond. Laten we het onderzoeken. Ze heeft constant jeukt. Vreselijk, ik moet een RMI doen. De hond werd gescand op de machine. Dat dacht ik al. Ze heeft heel veel vlooien. Angela behandelde de hond met speciaal poeder. Met de halsband kan het huisdier niet krabben. Er zullen geen vlooien meer zijn. Bedankt, de hond zal sneller herstellen. Een vierkant stuk karton. Details. Uitsmeer met gelpolish. Maak lenzen van transparant papier. Bevestig het. Ziet er goed uit. Een gans wil de Eiffeltoren tekenen. Maar zijn zicht is zeer slecht. Hallo! Hallo. Ik heb een oogarts nodig. Angela controleert het zicht van Goose. Ik kan niet zien. Arts geselecteerde bril. Ik kan alles zien. Gans scheerde terug naar de ezel. Dit keer zal het werken. De bril heeft het talent van de kunstenaar gered. Prachtige tekening. Iemand moet zijn tanden poetsen. De tandenborstel deed het goed. Verf het roze. Stickers. Handvat gemaakt van lint. Lijm. Etiket. Mooie haarset. Er is een nieuwe patiënt in de dierenkliniek. Een Pegasus. Mijn manen zitten in de war. En zelfs de staart. Geen zorgen, we repareren het. Tom heeft alles nodig. Borstel het. Oh, geweldig. In de dierenkliniek van Tom en Angela is er voor elke probleem een oplossing. We nemen het deksel. Knip het. Het werd gekleurd. Rietjes. Neem een paar. Verdeel het. Monteer de structuur. Kraalwielen. Lijm in halve kralen. Bevestig het. Leen een kleine cape van het varkentje. De operatietafel is klaar. Een meisje bracht een kat naar de kliniek. Haar buik is zo groot. Wacht even. Ik moet een echo maken. Oh, ze is zwanger. 5 kittens. Ik heb het scherm aangezet. We moeten de baby's ter wereld brengen. Het eerste katje. Mooi. Tom bracht een moederkat naar de kittens. Waar is mijn kat?
Oh, er zijn er zoveel. Nu heeft het meisje 6 huisdieren. Neem een doos. We hebben een frame gemaakt. Een kartonnen vel gebroken in details. Zet honingraten. We hebben een mooi mozaïek gemaakt. Er zitten stickers van schattige dieren langs de zijkant. Dit zijn wijzers. Een logo met een pootje siert de standaard. Hier is de telefoon voor de receptie. Er is een bord met stickers in de buurt. Olaf begroet elke bezoeker van de kliniek. Welkom. De dienst van de sneeuwman is te stil. Er is niemand bij de receptie. Hoe kom ik de tijd door? Ik zal de vitamine maken. Oh, ik wil slapen. Hey, slaapkop. Sta op. Je bent aan het werk. Hey. Sta op. Huh? Wat? Waar ben ik? Het is zo donker. Ik ben blind geworden. Help. Owie. Rustig maar. Doe dat masker af. Oh, ik kan weer zien. Hallo Elsa. Ga terug naar de tribune. Het is tijd om klanten te helpen. Kom binnen. Wow. Lege glittertube. Breek het door het midden. Oeps, ballen gemorst. Een robotstofzuiger ruimt op. Voeg kleuren toe. Laag na laag. We hebben enkel labels nodig. Regenboogvitamines zullen helpen om je energie te herstellen en je humeur te verbeteren. Geschrokken rende Rapunzel met haar huisdier de kliniek in. Elsa! Help! Pascal is gestopt met van kleur te veranderen. Hallo, dat is een ingewikkeld geval. Dat is niet erg, we kunnen het oplossen. Je moet je ontspannen. Alsjeblieft neem een komkommermasker. Dat is veel beter. Laten we eens naar de patiënt kijken. Ik moet een röntgenfoto maken. Een vergrootglas is niet genoeg. Laat eens kijken. Alles is helder. Hij heeft geen kleur meer. Olaf, geef ons die regenboogvitamine. Zodra de chameleon wat regenboogpillen nam, kreeg hij zijn kleur terug. Yes, het werkte. Wauw, zo helder. Pascal is gezond. Neem vitamine. Het zal je helpen om kleurrijk te blijven. Neem boetseerklei. Meng verschillende kleuren. Maak een bal. Vorm het gezicht. Wauw, de ogen zijn zo helder. We hebben wat pompons. Kies de mooiste uit voor het lijfje. Een regenboogvleermuis. Kijk eens aan. We hebben vleugels gemaakt van vilt. Nu moeten we ze versterken. Ja, ik kan vliegen. Ze gaat de wereld verkennen. Ik had naar het weerbericht moeten kijken. Het is zo zonnig en warm. Ah, onze vampier veranderde in een vleermuis. Mavis vloog door de lucht. Toen ze plotseling tegen een rare regenboogwolk botste. Ah, hoe ver ben ik tegenaan gebotst? Ze veranderde van kleur. Oh, wat was dat rare gevoel. Ik zou naar een ziekenhuis moeten gaan. Neem glazen buizen. Roze elixir, oranje, groen. Vul de flessen. De drankjes druipen in de flessenhals. Doe de medicijnen op de spoelen. Verbind de buisjes met elkaar met een draad. Je kan elke medicijn in het lab maken. Nou, het lijkt erop dat het hier is. Mavis zat te wachten op een dokter. Ah, je ziet er anders uit. Oh. Mijn collega zal je helpen. Olaf, kijk eens naar de patiënt. Nou, het is ernstig, maar te genezen. Ik weet wat kan helpen. De sneeuwman bracht een magische destilleerder. Ben je klaar? Laten we beginnen. Wow. Kokers met elixir verschenen uit rook. Drink dit witte drankje op. Oeps. De vleermuis veranderde in een sneeuwpop. Oh, wat is er mis met mij? Wow. Maak je geen zorgen. Het is maar een neveneffect.
drink het zwarte drankje. Hier, je bent weer normaal. Yes, ik ben weer mezelf. Maar ik vond het wel leuk om regenboog te zijn. Oh, echt? We kunnen het altijd terugbrengen. Wauw, cool. Ik kom wel terug als ik mijn look wil veranderen. Bye bye. Verkreukel een vel aluminiumfolie. Voeg tandenstokers toe. Bedek het stuk. En hup, ogen verschenen onder de hoed. Cutie Flounder keek naar de wereld. De vis heeft leuke kleuren. Verf de stekels blauw. Potje, laten we erin duiken. Ariel verzamelt menselijke dingen. Kijk naar haar verzameling. Hier is ze. Ze borstelt haar haar met een vork. Ariel, ik heb een probleem. Ik was me net aan het zwemmen en ik bemoeide me met mijn eigen zaken. Toen plotseling een kogelvis me pikte. Oh, dat gebeurt. Maak je geen zorgen. Kom hier. Auw, dat ziet er slecht uit. Ik zou een injectie moeten geven. Ik kan nog ergens een spuit liggen. Een spuit? Oh nee. De bange vis verstopte zich voor de naald. Oh, Botje, kom tevoorschijn. Het doet helemaal geen pijn. Waar ben je? Goed, rustig maar. Geen injecties. Adem dieper in. Hallo? Dierenkliniek? Kun je een afspraak maken? Er zitten lekkere koekjes in de container. Nam, nam, nam. We gaan de doos nodig hebben. Maak een rietje vast. Bedek de bodem met zeegras. Voeg koralen toe. Kralen zijn een goed idee. Versier de zijkanten met laffertjes. Vul de jacuzzi met water. De lucht gaat door een rietje. De jacuzzi heeft zowel stikstoftherapie als ontspanning aan de patiënten. Hou vol, vriend. Alles komt goed. Nou, waar is onze patiënt? We gaan hem vervoeren op een brancard. Oh, wat gaat er gebeuren? We hebben nog nooit een vis behandeld. Oh. Wat gaan we doen? Lieverd, je bent echt gestrest. Een aquarium jacuzzi zal je helpen ontspannen. Elsa zet Botje in het water. De bubbels zijn zo lekker. Het voelt goed. Woehoe! Hij herstelde. Yes! Ik voel me veel beter. Weer een gezonde patiënt maakt de kliniek blij. Wow. Er zitten spiezen in de mand. Installeer ze in de hoeken. Versieren met roesjes. De hond is van kleur veranderd. De witte vacht is bedekt met vlekken. Nu hebben we schattige Dalmatiërs. Hondentherapie is echt geweldig. Hallo dokter, mijn kwami heeft al zijn vlekken verloren. Hij kan helemaal niet vliegen. Eens kijken. Nou, het komt allemaal door de stress. Het kan verholpen worden met Dalmatiërtherapie. Waar is hij? Ben ik de hond kwijt? Oh, ik heb hem gevonden. Tikki, ga zitten bij onze vlekkerige vrienden. Honden hebben Tikki gedekt. Wow, de kwami heeft weer vlekken. Geweldig resultaat. Tikki, kom hier. Je bent gezond. Bedankt, dokter. Bye. Interessante methode. Ik moet het zelf eens proberen. Olaf omringde zich met Dalmatiërs. Nu zie je een vlekkerige sneeuwman. Verbazingwekkend. Wow. Maak een pelsborstel. Een hond drukte de poot uit. Bedek de poot met vilt. Zet de tanden vast. Versier de pelsborstel met een pootafdruk. Er zit een pluizige pompom aan het einde van het handvat. Zeg maar dag tegen extra vacht. Nou, wie is de volgende? Oh, mee. Wat scheelt er? Ik ben aan het vervellen. Word ik kaal? Oh. Volg mij. We moeten een controle doen. Doet het pijn? Helemaal niet. Alles is helder. Haar verliezen is geen reden om je zorgen te maken. Kunnen we het herstellen? Natuurlijk, we moeten goed borstelen. Elsa nam de borstel. Oh, er is zoveel vacht. Daar was ik nog niet klaar voor. Auw.
Alles is in orde. Het groeit wel terug in de winter. Wat als dat niet zo is? Oh, er ligt zoveel bont op de vloer. Mee, ik weet hoe ik je kan opvrolijken. Wat ben je van plan? Dat zal je snel zien. Olaf heeft een stukje bont bij zich. Een schepper aan het werk. Leg dat op een spons. Vorm een hoofd. Panda kreeg een lichaam en pootjes. Poeh! Bang? Ik bracht je ogen. Voeg een neus toe. Wat een schatje. Elsa kalmeerde de panda op de bank. Meisjes, ik ben teruggekomen en ik heb iemand meegebracht. Wauw, is dat een mini-mei? Mei houdt ervan. Joy bracht haar vorige blik terug. We zijn blij dat je je beter voelt. Panda is geweldig. Olaf, je bent een genie. Er is een mini-doosje in de container. Verf het van binnenuit. Teken een symbool van het Rode Kruis op het deksel. Vul een bakje met lichte klei. Lekker ijsje met ijsblokjes. Bestrooi de snack met glitters. Eerste hulp voor zoete kauwen. Achoo! Oh, ben je verkouden geworden? Achoo! Het arme ding niest met vlammen. Hij heeft zelfs de stoel in de brand gestoken. Ah, brand! Olaf, kom eens hier. Ik maak het uit. De sneeuwman heeft het afgehandeld. Bedankt, maatje. Arm ding, we moeten je temperatuur opnemen. Eens kijken. Uh-oh, je staat in brand. Maar maak je geen zorgen. Ik heb het beste medicijn. Elsa gaf hem wat ijs. De baby voelde zich beter. Werkt elke keer. Superhond, ben jij dat? Dat noem ik nog eens snelheid. Laten we de kleur van onze hond veranderen. Maak de snuit breder met behulp van een pleister. Laten we onze ogen tekenen. We maken een halsband van karton. Vergeet niet om een superheldteken toe te voegen. Oh, dat vergaten we bijna. Fluwelen mantel met een superhondenteken. Maak de bril van draad en lenzen. Crypto aan de redding. Wat is daar aan de hand? Het is een schande om de zwakken te beledigen. Ik zal je redden. Dank je, Crypto. Dokter, controleer hem. Hij heeft het vandaag zwaar te verduren gehad. Volg hem mij alsjeblieft. Alles is in orde. Hij is helemaal gezond. Dank u, dokter. Dank u, Crypto. Tijd voor Wonder Woman. Wow. Laten we nu de verf verspreiden. Make-up artiesten aan de slag. Laten we het haar toevoegen. Het moet een beetje bijgeknipt worden. Zoveel beter. Laten we aan de kleding beginnen. Voeg een riem toe. Versier de bovenkant van de outfit met een gouden kraag. Maak een lasso van een touw. Deze Wonder Woman is klaar voor actie. Ja. Ik wou dat ik net als Wonder Woman kon zijn. Of misschien is mijn superkracht het eten van snoepjes. Hoe gaan die stomme deuren open? Yummy. Ik probeer maar één ding. Oeps. Hoe ben je in deze situatie verzeild geraakt? Ik was gewoon op zoek naar een superkracht. En toen was alles in de mist. Laten we jou hieruit halen. Ik ben al heel lang op zoek naar een helper. Wil je mijn partner zijn? Natuurlijk! Ja. Dan is dit voor jou. Ik ben een supervarken. Yeah. Dit is de beste dag van mijn leven. Oh, wie is daar nou? Maak een eekhoorngezicht.
dan de torso. Een magisch palet. Verf ons superpak. Knip oren uit vilt. Maak het een beetje losser. Een pluizige paardenstaart is klaar. Eekhoorn Green Lantern tot uw dienst. Er zijn zoveel bezoekers in het park. Maar niemand vermoedt dat hier een echte superheld woont. Waarom is het hier zo saai vandaag? Ik moet wat plezier maken. Oh, is dit boeket voor mij? Waarschijnlijk ja. Deze carousel is saai. En als ik nou eens gek doe, wat is er dan aan de hand? Oh, wie is dat? Ik ben het, Green Lantern. Ik heb vandaag niks te doen, dus ik heb besloten wat plezier te maken. Zeg tegen je kapper dat hij helemaal geen smaak heeft. Dat is veel beter. Oké, ik moet gaan. Verveel je niet zonder mij hier. Wie is die mevrouw? Hallo. We moeten de vorm van de ogen een beetje veranderen. Teken ogen. Wenkbrauwen op hun plaats. Zet een pruik op. Een stijlvol kapsel is klaar. Oh. Interessante oorbellen. Het is tijd om een pak te maken. Deze broek is precies goed. Nu het overhemd. Laten we een kraag en een stropdas toevoegen. Wat heeft Lexa deze keer bedacht? Mijn schetsen zijn klaar. Nog een klein beetje en ik zal een betere superpak hebben. Ik zal niet meer te stoppen zijn. Wat is dat? Ik denk dat je het laatste nieuws moet lezen. Wat? Dit is Crypto, een echte held. Ik laat het niet zo. Zoveel materiaal. Groen schuimpapier, dat is precies wat we nodig hebben. Zet alles in elkaar op een basis. Schouders, mouwen en een logo. Lexosuit is een unieke uitvinding. Oh, hij is niet in goede handen. Niemand kan me deze keer stoppen. Ik heb alle onderdelen voor het exosuit verzameld. Ik moet de tekeningen nog wat verfijnen. Hoera, klaar! Die vervelende hond zal me deze keer niet hinderen. Laten we eens kijken hoe dit kittypakje hier staat. Wat? Een kat? Ik creëer mijn kostuum uit mijn hoofd. Nu zal ik zeker de wereld overnemen. Je kan alles van Lego maken. Laten we een basis voor de tonometer in elkaar zetten. Twee kralen zullen je adapters maken. Voeg een draad toe. Een grote kraal aan het eind. Maak manchetten van een rubberen buis. Zijn bergkristal wordt onze aan-uitknop. Heeft iemand een hoge bloeddruk? Oh, waar ben ik? Dierenkliniek, saai. Ik moet hier alles op een rijtje hebben. Wat is dit ding? Hoe werkt het? Oh, waarom duurt het zo? Wow. Oh, wat is hier gebeurd? Nog een prettige dag. We hebben een deksel nodig. Knip een rechthoek uit schuimpapier. Een oplaadstekker is een interessante oplossing. Wikkel het in met een tape. Super Pets logo. Voeg knoppen toe. Dit is voor jou. De weegschaal zal ons het exacte gewicht tonen. Ik wil mijn gezondheid controleren.
Ga alsjeblieft op de weegschaal staan. We zullen alles controleren. Ik begrijp het. Laten we je nu testen op de loopband. Wat is er, dokter? Je moet beter voor je gezondheid zorgen. Eet goed. Ik zal wat hotdogs eten. Hi. Phoebe, we hadden het over het dieet. Maak een varken van lichte klei. Verf het roze. Voeg ogen toe. Oh, wat een gemeenerik. Letters, cijfers. Is dat een naam? Hoe slecht. Hi. Wie is dit? Nu zal er ook een vleermuis bij ons wonen. Waarom vlieg je om me heen? Ik moet je naar de dierenarts brengen. Je cavia ziet er erg ziek uit. Waar is de vacht? Hmm? Geef haar een spuitje en dan gaan we. Oh, no. Die moet naar het ziekenhuis. Dat is belachelijk. Vliegende levering. Maak een Batman-beeldje van polymeerklei. Verf het. Klaar. Lieverd, laten we een stukje gaan wandelen. Eigenlijk ben ik hier. Crypto, blijf uit de buurt. So beautiful. Oh, jij weer. Probeer maar eens zo'n speeltje mee te nemen. Ik kan alles aan. Wauw, kom naar mij. Laten we een basis nemen. Teken voorwerpen met verschillende afmetingen. Knip een houten stokje uit. Lijm de folie vast. Dit zal de kleuren in de tekening houden. Het is lang geleden dat ik mijn karatekunst heb laten zien. Nu zal er een masterclass zijn. Au, mijn bril! Ik wil graag een nieuwe bril en mijn zicht laten controleren. Geen probleem. Wat zie je hier? Wauw, ik denk dat ik het bord een beetje verknoeid heb. Het is oké, je gezichtsvermogen is zeker in orde. Ja, en de bril is intact. Ik moest alleen even afwegen. Dank u, dokter. Tot ziens!